Vliegmaatschappij SLM gaat voor een brighter future. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een beleefdheidsbezoek van minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie en zijn team. Het directieteam heeft daarbij een plan voor een betere toekomst aan de bewindsman gepresenteerd. Ook is het plan van aanpak belicht dat ervoor moet zorgen dat de SLM van een betere toekomst kan spreken. De algemeen directeur van de vliegmaatschappij, Gerard Lau, gaf aan dat de SLM een winstgevend plan 2018-2020 heeft, waarbij ze gaan voor een winst van $9,5 miljoen. Het gaat onder andere om het uitlijnen van verschillende processen in de organisatie, kostenbesparend te werk gaan en het verhogen van de maintenance, waardoor er sprake zal zijn van een hogere beschikbaarheid van de vloten. Ook ligt het volgens Lau in de bedoeling de samenwerkingsverbanden met vliegmaatschappijen op de Mid-Atlantische route te versterken. Dit zal uitpakken in meer winst. Indien nodig zullen volgens hem meerdere vliegtuigen worden ingezet om de passagiers tegemoet te komen. Deze aanpak zal er naartoe leiden dat de SLM over grotere winsten kan praten. Lau benadrukte dat de SLM sterk genoeg is om te kunnen overleven.